Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Alles in één kanaal. Ik ben Emiel en vandaag ga ik laten zien wat er is in Oarspawn. Het kan een beetje lijk zijn, want hier is heel veel gebeurd. Zoals hier is het t-shirt van Oarspawn, gewoon. Yay. Gewoon even erin gedaan, zoals je ziet dat Oarspawn echt een modpack is. Dus hier zijn een paar oars. Ja, vier nieuwe oars zitten in deze mod. We hebben wat. Ik ga even naar. En holy shit. Kan ik? Oké, clear. Poef, 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 poef. Gewoon, oh shit. Nee! Oké, ik delete even wat ik hier allemaal heb. Ik weet toch wat ik moet vinden. Kijk hier. Ik pak even een pickaxe. Pak even een iron pickaxe, voor makkelijk. En je kunt dit minen. Alleen het duurt een beetje lang. En dan minen we dit. En dan kunnen we zien wat het is. En daarboven is het blok. Als je dat weet, net als bij je diamond blok ofzo. Dat als je 9 bij elkaar doet, dat je dan zo'n blok maakt. Oké, we hebben een titanium oor. We hebben uranium oor. Een ruby. Oké, fuck. Ik zit in het Engels. Een ruby en een amethyst. En zoals je kunt zien heb ik amethyst armor aan. Om te laten zien dat je met die dingen ook armor kunt maken. Ik moet even kijken of uranium en titanium dat ook hebben. Nee, uranium niet. Maar je kunt wel een blok maken en zo. En volgens mij titanium wel. Oh nee, titanium ook niet. Maar ja, verder. Dat zijn dus dingen. Verder heb ik andere wapens. Kijk hoe gigantisch. Dat is gek. Als ik ga kijken hoeveel damage dat ding doet. Op een iron golem. Ho! Oké, rip iron golem. The fuck? Kijk. Holy shit, explosies. Nou, een hele game gaat weer leggen. Ander wapen. We hebben hier een kettingzaag, dus we gaan naar een iron golem. Deze pakken we. En dan. Fuck jou, hier, ga dood. Oh, en deze doet hem waarschijnlijk in één keer killen. Dit is de Queen Scale Battle Axe. Poef. Bye. En dit is ook een gek zwaard. Het is gewoon 3 zwaarden. Gewoon. Alleen het doet niet zoveel damage. Dat is jammer. Het doet niet zoveel damage als je zou verwachten van 3 zwaarden. Oké. Snel weer terug naar game mode 1. Oké. Verder. Zijn er ook heel veel mobs. Zoals je kunt zien, dit beest wat hier. Dat is de prinses. En er is ook een king en een queen en zo. Ik laat dadelijk de king zien. Alleen dat is op het einde, want er crasht mijn hele game waarschijnlijk. Dit is een QB. Kijk, Naruto! Naruto is hier. En de prinses is een beetje kwaad. Yo, prinses, what the fuck ben je? Heeft Naruto de prinses vermoord? Oh, deze is. Holy shit, ze zitten nog steeds te fighten. Ik ga even weg. Oh my god, de lag is zo hard geworden door deze shit. Maar ja. Dat is dus een beetje wat in Oarspawn zit. En nu laat ik je de king zien. Dat laat jullie de king zien. Dat is volgens mij het grootste mob in deze mod. Tada! Dat is de king. Echt fucking veel groter dan een enderdragon of zo. Maar gigantisch. Oké, dat is het einde van deze map. Dus ik hoop dat jullie hiermee een beetje hebben kunnen zien wat er in deze mod zit. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat een like achter. Abonneer. Sorry dat deze video redelijk kort is. Er komen nog wat langere video's. En doei.